Het nieuws uit Enschede van dinsdag 29 augustus. FC Twente heeft een nieuwe verdediger. En wie gaat de problemen rondom afval in Enschede oplossen? Dit kan niet meer zo. Dit wordt gewoon te erg. We leven echt in de afval. En dat is niet wat wij willen voor de Bothoven of voor Enschede. Goedenavond. Ook vandaag is het politieonderzoek in een woning aan de Tubantiastraat in volle gang. In de woning werd zondag het lichaam aangetroffen van de 40-jarige Sarah Kolenberg. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek in de woning. En ook is er buurtonderzoek gedaan. In opsporing verzocht wordt vanavond aandacht aan de zaak besteed. De politie hoopt zo de mensen te bereiken die mogelijk wat gezien hebben in de straat. Aan de Roomweg wordt momenteel druk gewerkt aan een extra oversteekplaats bij de busbaan. Door die extra oversteek moeten er minder ongelukken gebeuren tussen bussen, auto's en fietsers. Vanwege de werkzaamheden is een deel van de Roomweg de hele week afgesloten. Iets verderop ligt de kruising van de Lonnekerspoorlaan met de Hulsmaatstraat. De omwonenden van die kruising willen dat ook daar wat gaat veranderen. Maar er is volgens nog geen budget om ook die onveilige kruising daar aan te passen. In de laatste dagen voordat de transfermarkt sluit, probeert FC Twente nog wat versterking binnen te halen. De 24-jarige verdediger Thomas Lam is nagenoeg binnen. Als alles goed gaat, zet hij vandaag zijn handtekening onder een eenjarig huurcontract. Lam is eigendom van de Engelse club Nottingham Forest. Dat speelt op het tweede niveau. Enschede klaagt over afval in de straten. Op veel plekken wordt afval gedumpt, zoals zakken plastic afval, zakken restafval en ook meubels worden gedumpt. Maar wat kan er aan de problemen gedaan worden en wie gaat daarbij helpen? Gisteren was er een spontane bijeenkomst in de Performance Factory met betrokken Enschedeërs en met lokale politici. Het afvalprobleem in Enschede, en ik spreek dan echt met name even vanuit de Bothoven en Transburg, is gewoon verschrikkelijk. Bergen afval stapelen zich op. We zitten tussen de ongedierte en midden in de stank. Ik denk, dit kan niet meer zo. Dit wordt gewoon te erg. We leven echt in de afval en dat is niet wat wij willen voor de Bothoven of voor Enschede. Ja, het is jammer en teleurstellend dat we zien dat het op deze manier toch het aanzicht van de week een stuk achteruit gaat, want wat dat betreft proberen we de week schoon te houden. En we zien helaas de laatste tijd dat het op sommige plekken steeds erger aan het worden is. Het speelt al wel jaren, maar sinds de invoering van DIFTAR is het veel erger geworden. Afval is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp. Er zijn meerdere belangrijke onderwerpen binnen Enschede. Maar afval is iets wat zichtbaar is en wat ook alle inwoners gelijk aangaat. En het is makkelijk communiceren via sociale media, via Facebook, via Twitter en een fotootje erbij. Nou ja, en soms dan heeft dat effect. Komt het ten positieve bij Twente Milieu terecht. Want ook als er een defect is, laat ik dat weten. Ook als het goed gaat, laat ik het weten. En ik wil bijdragen aan een mooie, schone stad. Ik denk niet dat de inwoners er een potje van maken. Ik denk dat er heel veel onduidelijk is. En waarom jouw actie hierin? Want je zit niet bij de wijkraad Bothoven en toch zit je hier aan tafel om te praten. Nou ja, ik vind dat Danielle een heel goed initiatief heeft genomen om het op de kaart te zetten. Transburg is een aandachtswijk, zogezegd. En als ik daarin kan ondersteunen, doe ik dat graag. En dan denk ik, we moeten het gezamenlijk oppakken. En dan het verhaal van de dag. Het is de laatste week van de Jeugdviva, de speelweken voor kinderen bij de Enschedese speeltuinen. Deze week kan er onder meer worden gespeeld bij speeltuin De Wester in Twekkelenveld, waar Ria Huls een van de vrijwilligers is. Wij staan vandaag bij speeltuin De Wester. Op Twekkelenveld heet dit gedeelte. We zijn hier met 3 speeltuinen in de week. En er wordt van ons verwacht dat wij alle speeltuinen een verschillende week FIFA hebben. Zodat de kinderen de hele vakantieperiode overal kunnen spelen. Nou, ik vind gewoon de hele omgang met de mensen, zowel met ouderen als met kinderen, is gewoon ja, eigenlijk heel dankbaar werk. Dit is, hebben we via Marktplaats hebben we dat een keer gekocht. Marktplaats, en dat is, ja, zo'n groot ding. Ja, ja. Dus ja, dat is gewoon, gewoon klasse. Dat vinden ze prachtig. Dat is hartstikke leuk. Ja, dus het idee is, je gaat erop zitten. Ja. En de andere kinderen moeten jou eraf zien te trekken, ja, ja, als het ware. Ja. Kunnen ze eens voordoen hoe dat gaat? Ik wou net zeggen, doe maar voor. Nou, trekken. Yo, it's here. Kunt u eens vertellen over de functie van deze speeltuin voor de wijk of deze locatie? Nou, de functie is een sociale plek. In plaats, omdat de buurthuizen zijn gesloten, komt zowel jong als oud komt hier binnen. De kinderen weten de speeltuin allemaal te vinden en de ouderen tegenwoordig ook. We hebben een hele grote inloop. Maar is het soms ook niet een klein beetje vermoeiend met al die kinderen om je heen? Nee. Het is even omschakelen van 's morgens dan denk ik, nou, we hebben de hele week FIFA. Ik sta hier en voor de rest thuis, daar loopt het wel. Mijn man die koopt wel. Dus maar
ik sta hier voor de kinderen en iedereen vraagt je wat en van alle kanten word je wat gevraagd. Maar kom maar, vind ik niet helemaal niet erg. Ik schakel me helemaal om, deze week is voor de kinderen. Dus daar kan ik mij heel goed in vinden. En tuurlijk ben je het eens van de hele week ben je wel moe, maar dat hoort erbij. Dat is gezonde moeheid, dat vind ik niet erg. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met 29 graden, maar het is voorlopig ook de laatste warme dag. Komende nacht blijft het droog en is het een graad of 17. Morgen laat de zon zich in de ochtend even zien, maar verder gaat het de hele dag regenen. Met 22 graden is het morgen ook een stuk frisser. En tot zover het nieuws uit Enschede voor vandaag. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna de Vrije Republiek Twente. Jan Medendorp ontvangt vandaag de Bornse burgemeester Rob Welten en het Enschedese raadslid Vic van Dijk. Ik wens u een fijne avond verder.